Heb je een leuke stelling? De Hot Koffie Show. Hoi, welkom bij de Hot Koffie Show. Ja, leuk dat je er bent. Dit is Daniel, ik ben Tom. We gaan een hete stelling van jullie bespreken. Ja. Allereerst bedankt voor alle antwoorden, reacties, haatzaaierij op vorige Hot Koffie Show. Die ging natuurlijk over, worden games sneller saai, vraagteken? Ja, 16 reacties onder die op YouTube show. Trouwens echt niks. Oké, 5 maar. Get your act back together, YouTube. Je kunt gewoon reageren hierop en misschien pakken we wel jouw stelling. Ja, dat is heel erg tof. We hebben diverse stellingen gelezen en we hebben er eentje uitgepakt. Het is goed dat ze weten dat we wel de stellingen lezen. We hebben heel veel stellingen zijn we overheen geskimd. Ja, sowieso. We zijn uiteindelijk gewoon bij de laatste. Want sommige mensen mogen we niet. En dan over. Maar we hebben hem uitgekozen van de Nerd NL, onze Jasper. Hij zegt, collectie editions worden steeds kariger qua inhoud. Jasper, waar de fuck ben jij naar op zoek voor collectors editions? Want volgens mij zitten we niet op dezelfde webshops te kijken. Nou, ik moet hem wel een beetje gelijk geven. Wat? Op welke webshop zit jij te kijken? Nee, ja. Skerencollectorseditions.nl of zo? Nee, weet je wat het is? Voorheen kreeg je bij de eerste Assassin's Creed delen en dergelijke. En bijvoorbeeld, volgens mij Killzone 3. En een beetje die tijd kreeg je echt nog voor 90, hooguit €100 kreeg je een Collector's Edition. Ja, met een vette figurine erbij of die helm van Killzone. Ja, het begintijdperk van Limited en Collector's Editions. Ja, dat is wat je nu aanhaalt. Ze bestonden al wel langer. Ja, oké, maar dat er op een gegeven moment statues en dergelijke bij kwamen. Ja. Dat was op een gegeven moment, volgens mij is dat met Assassin's Creed een beetje begonnen te rollen. En sindsdien heeft elk spel een Premium Edition, Definitive Edition, Season Pass Edition, Deluxe, Gold, Platinum, Limited Collectors, Gold, Sapphire, Diamond Edition. En ik heb het idee dat als jij heel veel shit in een Special Edition wil, dat je dat nog steeds kan hebben. Check die van For Honor, met 3 van die helmpjes. Wel, maar daar betaal je dus wel €150 voor. Omdat in die beginperiode van Limited Editions is gebleken dat gamers wild gaan voor die shit. Dus natuurlijk, als de vraag hoog is, dan mag gewoon de prijs ook omhoog. Ja, ik moet zeggen, als je die dus koopt... Dat is gewoon marketing 101, mensen. Maar als je die dus koopt, er zit niet exponentieel veel meer content bij dan voorheen, heb ik het idee. Nou ja, content sowieso niet. Het gaat meer om de, laten we het even bagatelliseren, de prularia eromheen. Ja, maar... daar draait het voornamelijk om. Ik vind het nog steeds... Ik moet hem wel een beetje gelijk geven. Dat ze zijn... Ja, je had het net over de inflatie. Dat, ze zijn eigenlijk gewoon duurder geworden. Maar er is niet heel veel meer bijgekomen. Ja, buiten de... Kijk, want je betaalt nu dus €90 voor de Gold Edition van For Honor. En dat is eigenlijk alleen maar... de game, de Season Pass en hooguit wat outfits in-game en... Dat is wel meer in-game content dan het vroeger was. Dat is sowieso ook wel een verschuiving. Vroeger was het gewoon Assassin's Creed met een beeldje, €90. Nu is het Assassin's Creed met een beeldje en de Season Pass en deze pre-order bonus en die Hidden Blade die je alleen maar kan vinden daar en daar als je hem bij de fucking GameStop koopt of zo. Het is wel een soort van splitsing geweest. Het gaat nu veel meer over content en veel minder over een tof ding erbij krijgen. Misschien is dat wel gewoon. Jawel, maar... Sowieso, heb je ooit een Limited Edition gekocht? Of een Collector's Edition? Ja, best veel. Wel? Oh, ik heb er echt best veel. Nul. Ja? Van Assassin's Creed had ik tot en met de laatste Ezio dinges. Ik heb hem van Fable 3, heb ik een speciale editie. En Skyrim. En Skyrim is wel heel vet. That's it. Ik weet niet, volgens mij heb ik er nog wel een aantal gekocht. Ja, sowieso vroeger Age of Empires 3. Die enorme doos. Terwijl dan die game gewoon Age of Empires 2 Master Race. I know. Dat klopt. Volgens mij heb ik er nog wel een paar gekocht. Voor Anne wilde ik heel erg graag. Maar €150 gaat me gewoon iets te ver. En inflatie. Wel, die helmen zijn wel echt fucking bruut. Die zijn heel bruut. Metaal en shit. En dus misschien kan ik hem nog ergens een keer op de kop tikken. Maar, overigens, voor Honor Giveaway, als je het nog niet weet, op gamersnet.nl kun je mee reageren. Allemaal goodies. Niet die helmpjes, jammer genoeg. Sowieso, als die in de doos hadden gezeten, had Daniel zich rijdt gesnatcht. Daar niet van. Dat kan nog steeds. Denk ik. Ubisoft. In ruil voor 9. Hè? Ik zie hier al een doosje liggen. Dus nee, maar ik weet het niet, Jasper. Ik heb het idee dat ze niet kariger zijn geworden. Er zijn gewoon veel meer edities. En de prijs is gewoon omhoog gegaan. Omdat mensen er wild voor gaan. Nou, het was denk ik voorheen waar de splitsing is gebeurd. is dat voorheen was het veel meer tastbare dingen zoals figurines, misschien een sleutelhanger, misschien een artboekje. Dat zit er nog steeds wel deels bij. Maar inderdaad, wat je zegt, het gaat ook veel meer om in-game content. Maar ja, qua in-game content vind ik het niet altijd heel spannend. Soms krijg je het is nooit spannend. Nee, maar je krijgt soms een pakje bij of iets. Maar het is, nee, het is nooit spannend. Het is niet altijd DLC. Het is soms, ja, je krijgt dan de Season Pass erbij en dan mag je bij sommige games, zoals For Honor, krijg je dus eerder toegang tot de DLC. En dan, je krijgt niks extra's. Ja, daar zou ik ook niet helemaal wild van worden. Absoluut dus, en niet. Dat gebeurt volgens mij wel bij meerdere games. Dat je niet per se meer alleen de DLC-packs bijvoorbeeld erbij krijgt. Soms is het niets meer dan ja, wat eerdere toegang en wat meer... Ja, ik voor outfits of gear. En, ik vertik het om daar meer voor te betalen. Ja. Ik vertik het om te zeggen van... Oh, natuurlijk, voor een digitale Gold Edition betaal ik wel €90. En dan krijg ik... sommige DLC een weekje eerder. Ja, who gives a fuck, weet je wel. Dan heb ik nog liever dat ik inderdaad die €90 betaal en een dope coin krijg van Fable 3. Precies. Dat, of een fucking statue van Alduin. Trouwens, het is leuk. Je kunt terugkijken naar die oude goede frag, waarin we het hebben over onze doopste limited editions, geloof ik. Oh, nice, ja. Dan haal ik ook die Alduin statue aan van Skyrim, want come on! Fucking gangster. Dat is sowieso vet. Ja. Nou, maar dat vind ik dus wel een beetje jammer, dat die edities... Gewoon een die zijn er nog wel, maar die zijn op een gegeven moment ook voor Call of Duty echt exorbitant duur geworden. Betaalde je voor €250 en dan kreeg je zo'n... Tuurlijk, een actioncam of een drone. Of een radiografische auto. Ja. Het is super vet, maar het gaat gewoon een beetje te ver. En, ik denk dat het qua prijs-kwaliteit verhouding misschien wel iets kariger is geworden, vind ik. Maar niet genoeg. Omdat ik wil heel graag... Ik betaal liever voor iets tastbaars, dat ik een vette figurine krijg. Ja, nee. Dat is een beetje de prijs-kwaliteit verhouding. Waarbij ik vind van ja, is het kariger? Ja, misschien in totale content niet. Maar ja, weet je, met in-game kun je verder niet zoveel. Als je de game niet meer speelt, dan heb je er niks aan. Nee. Maar heb je wel nog bijvoorbeeld een figurine staan als je die hebt. En dat kan wel ervoor zorgen dat je zoiets hebt van ja, dat vind ik meer waard voor mijn geld. Ja, maar die zijn er nog wel, maar je betaalt gewoon lomp. Kan. Ja. Maar Jasper, ze zijn, ja, kariger, nee, anders. Gesplitst. Verspreid. Heel erg gesplitst. Ja. En heel erg verspreid. 80 edities. Ja, ik bedoel, Ghost Recon Wildlands. Wil je de basiseditie, of de Gold editie, of de Platinum editie, of de Definitive Limited? Ja, het zijn er... Keuzestress! I know. Ja. Maar ja. Stress hands. Oh. Ja. Coin the phrase. Ja. Maar goed, thanks voor het kijken, jongens. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij vindt van Limited Edition. Zijn ze te duur? Zijn ze te karig? Waren ze vroeger beter? Spoiler alert, alles was vroeger beter. Ja. Remember Chewbacca? Maar ja, nee, inderdaad. En hey, we zoeken weer een stelling voor volgende week. Ja, drop je stelling hieronder bij de comments. Geef natuurlijk ook aan wat je vindt van deze stelling. Maar vooral met een nieuwe stelling helpen jullie ons om door te gaan met de Hot Koffie Show. En wie hier volgende week zit, dat zien we vanzelf. Joost mag het weten. Ja.